kwart voor vijf aan de waterkant. En de vraag is, wat is er mooier dan de zon op zien komen? Het enige juiste antwoord, gewoon lekker doorslapen. Nou, ik hoop dat het de moeite waard wordt vanochtend. Voor de verandering vis ik vanochtend statisch, achter twee hengels. En ik heb iets nieuws bedacht voor de camera. Het enige nadeel van deze camera is dat je pas kunt filmen als je de startknop 7 seconden ingedrukt hebt. Dan pas verschijnt het opnamescherm. Nou, ik hoop dat ik het vaak nodig heb vanochtend. Daar is hij hoor. De levensbron voor alles wat water, zuurstof en CO2 consumeert. Anno 2017. En dan reken ik het drijfvuil nog niet eens mee. Het is 10 uur en ik heb inmiddels 15 kilo waterplanten geoogst. Het gemaal draait nog steeds op volle kracht en de karper laat zich niet zien. Tijd om naar huis te gaan, want die tractor aan de overkant, hier ben ik ook zat. Tweede poging op het kanaal, op vrijwel dezelfde stek. Gehaakt op een mini-boilie, maar het is een lelijke vis. Beschadigd en misschien wel het begin van schimmelziekte. Ik ga hem snel terugzetten. Mijn karpenvisserij in de polder zit op een doodspoor. Overal staat riet en overal staan waterplanten. De struinen zitten niet in. Ik ga een dagje op roofvis, op het kanaal. Maar ook daar wordt het lastig vanwege de waterplanten. Ik begin dus maar eens met een kikker. Ik heb weinig ervaring met dit soort kunstaars, maar ja, dat maakt het ook wel weer leuk. Ik hoop dat ik vandaag aangenaam verrast word. En misschien vind ik ook nog wel een plekje zonder waterplanten. En dan probeer ik de Carolina rig nog even met een kreeftje. Ik ben een uurtje aan het vissen en ik ben niet onder de indruk. Niet van mijn kunstaars, want de actie valt tegen. En zeker niet van de stek. Er is hier min of meer plichtmatig gemaaid, zodat de witvissers met hun auto bij de stek kunnen komen. Maar als je de stek dan gaat bekijken, dan lijkt het op een afstandje heel wat tot je wat dichterbij komt. Keurig gemaaid, dat wel. Ruimte genoeg. Maar kom je bij het water. Prachtig kanaal. Dan zie je dit. Tot aan het taluut. Overal kroos. Hier is gewoon niet in te vissen. Niet met kunstaars. En met de feeder of met een vaste hengel. Ja, eigenlijk alleen maar in het midden. Maar dan zal je je vis wel naar de kant moeten zien te krijgen. Door al dat kroos. Ik word hier echt niet blij van. Ten meer omdat het gewoon elke zomer erger wordt. Het vissen wordt me onmogelijk gemaakt. En ik ben brave vergunning blijven kopen. Dat gedoe met die kikker op het kanaal is natuurlijk helemaal niks geworden. Dat zal niemand verbazen. Mij in het minst.
Daarna heb ik een kilometer of 40 gereden, 3 stekken bekeken, snel klaar mee, niet te bevissen. Veel te veel waterplanten en riet. En nu ben ik hier. Ik ga het nog even proberen met een Carolina rig. Misschien dat ik een baarsje kan vangen. Ik hoop dat het dat wordt. Eindelijk een stek gevonden met weinig waterplanten. Ja, die stek die kan ik niet laten zien. Ik zit hier 's ochtends vroeg te vissen. 2 hengels. Eentje met een boilie, Scopex. En eentje met mais. Dit is de eerste vis. Een brasem van 60 centimeter. Op de mais natuurlijk. Niet echt waar ik op uit ben. Maar goed, het houdt me in ieder geval bezig. Na 3 bruisems had ik het wel gezien met die mais. Ik vis nu met boilie alleen. Links een snowman op pakweg 2,5 meter diepte. En rechts tegen de overkant op 1,5 meter diepte met een single bait. 15 mm boilietje. Ik heb net een prachtige vis verspeeld. Althans, dat denk ik. Hij was in ieder geval zwaar. Op de snowman. Bleef meteen diep. Zeker 5 minuten tegen de bodem zwemmen en plotseling muurvast. Einde verhaal. Alles geprobeerd, kwam niet meer los. Het waren geen waterplanten, want het voelde heel massief. Een beetje zoals een dode brandweerwagen. Nou, nog even met losse lijn geprobeerd, niks meer. Einde verhaal, jammer. Ik blijf nog heel even zitten, want het wordt behoorlijk heet zo langzamerhand. Dus ik denk niet dat het nog wat wordt, maar ik kom hier wel terug. Zo heet dat ik gevlucht ben. Inmiddels is het avond en het weer is totaal anders. Aan het eind van de middag begon het te waaien, het is opnieuw een beetje bewolkt. Dus ik denk, nou, na het avondeten, ik ga nog even een paar uurtjes proberen. Ik laat je eerst even mijn rigs zien, niks bijzonders trouwens. Op openbaar water hou ik het graag eenvoudig. Met een combi-rig, vast loodsysteem, alleen het lood is nu vervangen door een glaspegel. En als aas een halve 20 mm boilie en daarbovenop een halve 15 mm boilie. Staat netjes rechtop, zonder dat je een extra loodje hoeft te gebruiken. De combi-rig ligt dichtbij. Deze gaat van het wedden weg. Gewoon standaard richtje met een 20 mm boilie en een hondenbrokje voor de extra attractie. Het brokje dat wordt langs. Nou, het weer is inderdaad omgeslagen. En niet zo'n beetje ook. Ik heb alleen maar een klein parapluutje bij me. Ook dit is karpervissen. Ik had gezien dat er gemaaid is langs het kanaal. Ik denk, nou, ik geef mijn kikkertje nog een tweede kans tussen de waterplanten. Maar ja, kom ik hier, is het gaat stormen. Dat wordt geen succes. Ik had mijn kikkertje net zo lekker gepimpt. Maar ja, wie gaat dat zien tussen de golven? Kikkertje eraf. Zetje eraan. Misschien kan ik iets vinden. Baasje bijvoorbeeld. Achter het talud. Nou, na een half uurtje ben ik er helemaal klaar mee. Mijn
Tsjechië wordt alle kanten opgeblazen. En ik sta alleen maar waterplanten te harken hier. Flevoland in de zomer. Ik ga een andere stek opzoeken. Nou, dit gaat wel vast niet worden. Er staan meters riet aan allebei kanten. Hier is het hetzelfde verhaal. Niet bereikbaar met kunstenaars. Hier gaat het ook niet lukken. Door al het kroos. En hier zeker niet. Keurig gewaaid. Maar helemaal dichtgegroeid. Te triest voor woorden. Al met al ben ik nog een stap verder. Dan moet ik misschien gaan vissen op een plek waarvan ik bijna zeker weet dat er niks zit. Dit is mijn laatste kans. Het water is nieuw gegraven. En ik moet maar hopen, echt hopen, dat er al vis ingetrokken is. Ik heb het een uurtje geprobeerd op deze stek. En het stormt nog steeds. Om een lang verhaal kort te maken. Geen teken van leven. Zelfs niet van kleine baarsjes. En bovendien is het heel lastig vissen hier. Want het riet begint al behoorlijk hoog te worden. En de kanten zijn erg hoog. Hier is absoluut geen rekening mee gehouden met sportvissers. Ga me na het zien van deze video nou niet vertellen dat ik niet kan vissen. Want dat wist ik al. Kijk maar op dit kanaal. Naar die andere 132 filmpjes. Met en zonder vis. Tot de volgende keer. En vergeet niet, even aan het eind van deze video, een andere link te bekijken. Misschien zet ik er wel twee op. Doetjes!